Genoeg. De Eurom AC2401 Split Airco is de ideale airco voor jouw caravan of camper. In deze video ga ik hier wat meer over vertellen. Wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Met de AC2401 van Eurom kun je tot wel 25 kubieke meter verkoelen. Dat houdt in dat hij ongeveer geschikt is voor caravans en campers tot en met 6,5 meter. De Split Airco bestaat uit twee delen, een buitendeel en een binnendeel, en kan eenvoudig aangesloten worden op 230 volt. Het buitendeel van deze airco, die aan de buitenkant van je voertuig gemonteerd gaat worden, heeft een afmeting van 44 cm bij 20 cm en 37 cm hoog. Het binnendeel van de airco dat in je voertuig gezet wordt of met de meegeleverde beugels in het raam wordt bevestigd, heeft een afmeting van 40 bij 20 en 37 cm hoog. Deze airco is daarnaast zeer gemakkelijk mee te nemen. Het binnendeel en het buitendeel kun je aan elkaar bevestigen en dankzij het handvat en een eigen gewicht van 22 kilo kun je hem zo gemakkelijk meenemen. Wanneer je de airco gemonteerd hebt, heb je aan het buitendeel nog twee stelschroeven zitten. Met deze twee stelschroeven zorg je ervoor dat je het buitendeel waterpas kunt ophangen. De slang die tussen het buitendeel en het binnendeel van de airco zit, heeft een lengte van 1,20 meter. Je denkt natuurlijk dat wanneer je de airco geplaatst hebt, je het raam niet meer goed kunt sluiten. Integendeel. Je kunt het raam nog goed dicht doen, zo voorkom je dat de koele lucht verloren gaat. Op het binnendeel van de airco zit een gemakkelijk te bedienen display. Hierop kun je de timer instellen, verschillende koelstanden en de snelheid van de ventilator. Deze mobiele airco heeft een opgenomen vermogen van 696 watt. Dit komt neer op ongeveer 3 ampère. Ideaal dus voor op de meeste campingplekken. Wanneer je de airco gebruikt, dan wordt er natuurlijk koelwater opgevangen. Dit wordt opgevangen aan de onderkant van het binnendeel. De airco is voorzien van een pomp die het koelwater naar buiten afvoert. Er wordt een afvoerslangetje meegeleverd voor het condenswater. Aan de achterkant van het binnendeel zit een zwart dopje. Deze kun je afhalen, kun je het slangetje erop zetten. En vervolgens wordt hier het condenswater mee afgevoerd. Kortom, wil je een lekkere koele caravan of camper tijdens de warme zomerdagen? Kies dan voor de Eurom AC2401 Split Airco. Wil je nu weten hoe je deze airco moet monteren? Kijk dan de video hier. Heb je nog meer vragen over deze Split Airco of onze andere producten? Kom dan eens langs in onze winkel of bezoek onze website obeling.nl. Wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal.